Hoi, leuk dat je kijkt naar een What I Ate Today filmpje. Als ontbijt at ik 600 gram appels, druiven, ananas en cantaloupe. Super lekker en verfrissend om de dag mee te beginnen. Mijn eerste deel van mijn lunch waren springrolls met een bonensalade en baba ganoush. Nou, dat was natuurlijk geen volledige lunch, dus daarnaast at ik nog havermout met rozijnen en blauwe bessen. Als tussendoortje at ik mijn favoriete Love Shock chocoladereep met amandel en vijg. We aten wat later in de avond, dus ik besloot nog een tweede tussendoortje te nemen. Dit was havermout met siroop en blokjes pure chocolade. Avondeten was zoete aardappel uit de oven, koolsalade met nootjes en mandarijn en 6 vegetarische worstjes. In de avond nam ik nog pure chocoladeblokjes van Witter Sport, een bakje met bevroren kersen en een paar handjes gedroogd fruit. En wat later op de avond snackte ik ook nog deze zelfgemaakte havermout bananenmuffins. Bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer.